Goedemiddag, welkom bij ResearchEd. In het kader van de serie Ontmoeten onderzoekers spreek ik vandaag met Eddy Denessen, onderwijswetenschapper aan de Radboud Universiteit en aan de Universiteit Leiden. Eddy, welkom. Dankjewel. Om het gesprek in te leiden ben ik nieuwsgierig naar wie jij bent als persoon ook. En met name je onderwijspersoonlijkheid, zeg maar. Hoe zag je eigen schooltijd eruit? Daar moet ik heel lang terugdenken, inmiddels. Ik kom uit een klein dorpje uit Limburg, Reuver. Ik heb daar een hele plezierige schooltijd gehad in een klein dorpsschooltje. De Sint-Jozefschool in Offenbeek. Dat was een klein schooltje waar heel veel kinderen uit de buurt naartoe gingen. Veel kinderen in dat dorp, die hadden laag opgeleide ouders, veel fabrieksarbeiders en boeren die hun kinderen daar naar school stuurden. Het was vrij doorsnee, maar wel relatief was het een school met vrij weinig hoogpresterende leerlingen. Dus ik sprong daar toen vrij snel uit als het slimste jongetje van de klas. Dus ik mocht na de basisschool naar het gymnasium. Dus daarna ben ik naar Roermond naar school gegaan, naar het Bisschoppelijk College Broekin. En daar heb ik een gymnasiumopleiding gevolgd. En dat ging eigenlijk met een paar hobbeltjes, zeker in de derde en de vierde, maar dat heeft bijna iedereen wel. Ging dat best wel goed. En daarna ben ik naar de Universiteit in Nijmegen gegaan. De toenmalige KUN, Katholieke Universiteit Nijmegen. Daar ben ik begonnen met een opleiding klassieke talen. Maar na een half jaar vond ik dat toch iets te stoffig. En heb ik die studie ingerad voor een studie pedagogische wetenschappen. En op de universiteit ben ik gegrepen door de onderwijswetenschappen. En vooral de onderwerpen rondom ongelijke kansen en reproductie van ongelijkheid, die hebben me toen heel erg aangegrepen. Vooral ook omdat ik zag dat op de universiteit heel weinig kinderen met mijn achtergrond zaten. Dus daar zaten toch veel kinderen met hoogopgeleide ouders. Vrienden die ik had, die hadden ouders met hoge opleidingen. De vraag die al heel snel bij me opkwam was, hoe kan dat nou? Waarom zitten op de universiteit zo weinig kinderen met mijn achtergrond? En daar ben ik toen uiteindelijk een studie van gaan maken. En inmiddels ook al 25 jaar mijn werk. Ja. Ik zag dat je proefschrift ook ging over de opvattingen die mensen hebben over onderwijs. En dat intrigeerde mij onmiddellijk. Waarom de opvattingen? Welke rol spelen opvattingen hierin? Mijn proefschrift was eigenlijk een project wat liep op de universiteit. Het was een groot project van sociologie en dat heet Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland, waarin opvattingen en waarden van de Nederlandse bevolking werden gepeild, iedere 5 jaar, om zicht te krijgen op de ontwikkeling in sociaal-culturele kenmerken van de Nederlandse bevolking. Dus variërend van burgerlijke opvattingen, religiositeit, hoe religieus voelen mensen zich, maar ook opvattingen over politiek, arbeidsmoraal en onderwijs. En wij hadden als vakgroep onderwijskunde toen, hadden wij de verantwoordelijkheid om die opvattingen over onderwijs te meten. En wat mij daar vooral in interesseerde was de vraag hoe mensen denken over wat goed onderwijs is. Hele veel discussies al jaren over het beste onderwijs. Is dat leerstofgericht of juist leerlinggericht? En als je dan ook naar de pedagogische literatuur kijkt, dan zie je dat dat ook een verband houdt met opvoedwaarden en opvoedpatronen in gezinnen. En dus ouders kunnen ook veel variëren in de mate waarin ze op hun kind op conformiteit gericht of autonomie gericht opvoeden. En die keuze van ouders om dat op een bepaalde manier te doen of belangrijk te vinden, die is niet willekeurig. Maar die heeft ook te maken met de sociaal-culturele context waarin mensen leven. En dat houdt weer verband ook met het opleidingsniveau van ouders. En zo kom je weer bij het probleem uit dat in bepaalde opleidingsgroepen bepaalde opvattingen dominant zijn. Dat die gewoonten ook de pedagogische wereld van kinderen zijn die zij van huis uit mee naar school nemen. Het idee is dat
ja, in onderzoek naar de relatie tussen school en thuis, dat een consistentie tussen de cultuur thuis en op school, dat bevorderlijk is voor leerlingen, omdat ze dan in een vergelijkbare pedagogische context opgroeien. En dan zie je dat heel veel scholen een opvoedklimaat hebben wat veelal past bij de opvoedingsstijlen en de opvattingen van ouders uit hogere sociale milieus. En dat kan een van de redenen zijn waarom die groep kinderen ook het beter doet op school, omdat die school veel meer lijkt op die thuissituatie. Dus dat was eigenlijk de achtergrond om opvattingen over onderwijs te bestuderen. En ik vond toen inderdaad dat leerstofgerichte opvattingen, dat die vooral voorkomen in sociale kringen met weinig opleiding. En de leerlinggerichte opvattingen veel meer bij de ouders met hogere opleidingen. En dat daarin ook sociale verschillen zijn, die kunnen doorwerken in de kansen die kinderen krijgen op school. Hoor ik je nu zeggen, of is dat een te snelle conclusie voor mij, dat een meer leerstofgerichte opvatting juist belemmerend werkt? Ja, dat kan belemmerend werken als je als je op school veel werk moet maken van je eigen verantwoordelijkheid of zelf keuzes kunt maken. En je hebt dat van huis uit niet geleerd. Hè, dus je hebt je bent veel meer gestuurd door je ouders in je opvoeding. Dan is het werken aan een zelfgestuurd leren is moeilijker. En die consistentie tussen de opvoedcultuur thuis en school, die consistentie die kan zorgen voor een probleem problemen die leerlingen ervaren op school. Ja. Zou dit dus kunnen betekenen dat je dus... we hebben in Nederland een enorme diversiteit in onderwijsaanbod, hè, in culturen van scholen, in mijn ogen in ieder geval. De scholen die veel meer leerlinggericht zijn en andere scholen die juist wat meer leerstofgericht zijn. Nou, we kennen allemaal de discussies tussen voor- en tegenstanders. Zou dit kunnen betekenen dat je voor bepaalde groepen kinderen dus beter een leerlinggerichte leeromgeving kunt inrichten en voor andere groepen kinderen meer een leerstofgerichte omgeving zou moeten inrichten? Is dat de consequentie? Ja, dat is een hele gevaarlijke consequentie. Want als je kijkt naar de didactiek in verschillende scholen, dan zie je dat op een of andere manier scholen zich toch een beetje aanpassen al aan de leerlingpopulatie. En er is onderzoek waaruit blijkt dat de didactiek op scholen waar veel leerlingen uit lagere sociale milieus zitten, dat de didactiek daar al veel meer directief leerkracht gestuurd is. Hm. En dat de scholen waar veel kinderen van hoogopgeleide ouders zitten, dat daar veel meer leerlinggericht onderwijs wordt gegeven. Ja, vanuit een wat meer kritische blik zou je kunnen zeggen dat al een soort voorsortering is op hoe je straks als volwassene gaat leven. Word jij leidinggevende of word jij werknemer die bevelen krijgt van een baas? Dus kritische analyse uit de jaren 70, die hebben daar al op gewezen dat er een soort correspondentieprincipe is van de leercultuur op school en je werkcultuur later. Dat kinderen in de lagere onderwijsniveaus, dat die meer gestuurd worden. Terwijl als je bijvoorbeeld in het VWO zit, dat je dan al veel meer mogelijkheden krijgt voor eigen meningsvorming en kritisch denken. Dus dat zit in het systeem. Maar daarmee is het ook een risico dat wij kinderen opvoeden als opvolgers van regels of het uitvaardigen van regels, het bedenken van regels. En dat zou een logische consequentie zijn, maar eigenlijk is het ook een onwenselijke consequentie, omdat we niet op die manier kinderen willen sorteren naar het werk wat ze straks gaan doen. Dus het leerstofgerichte onderwijs zou wat dat betreft de ontwikkeling van kritisch denken of zelfstandig
werken, zou dat in de weg kunnen zitten. Dus ik ben niet voorstander voor het sociaal segregeren van manieren van onderwijs. Okay. Hoe zou ons onderwijs er wel uit moeten zien om iedereen gelijke kansen te geven? Daar heb je vast ideeën over. Ja, daar heb ik wel ideeën over. En eigenlijk is het een soort mix van alles. Want als je op één manier onderwijs geeft, dan ben je altijd... Dan speel je altijd bepaalde groepen meer in de kaart dan anderen. Dus ik ben altijd heel erg voor variatie. Als ik het goed begrijp, is jouw ideale onderwijsvorm is een hele diverse onderwijsvorm. Ja, want als je onderwijs gaat afstemmen op achtergronden, ja, dan krijg je een soort onwenselijke tweedeling. En als je één onderwijsvorm kiest voor iedereen, dan probeer je ook iedereen een bepaalde mal te persen. Terwijl heel veel variatie, er is heel veel variatie tussen leerlingen, maar ook tussen verschillende vakinhouden. Want ik zie dat er langzamerhand een beetje een stroming ontstaat van mensen die dan de directe instructie omarmen en mensen die zelf keuzes maken en veel meer de coachende onderwijsvorm omarmen. Maar ik denk dat je heel erg moet kijken naar wat wil ik leerlingen meegeven. Sommige dingen kun je het beste leren door gewoon goed instructie te krijgen en te oefenen. Dus vooral basisvaardigheden, feitenkennis. Daar zijn manieren voor ontwikkeld om dat op een hele efficiënte manier te doen. Dus ik denk, ja, waarom zou je dat niet op die manier doen? Terwijl andere vaardigheden, zoals bijvoorbeeld samenwerken, kritisch leren denken, je eigen visie op een bepaald onderwerp ontwikkelen, burgerschap. Al dat soort vaardigheden of domeinen, die kun je op heel veel verschillende andere manieren leren. Door zelf meer te ontdekken of om je eigen interesses te volgen en daar een leervorm bij te kiezen die bij jou past. En ik denk dat als jij rekening houdt met verschillen tussen leerlingen, dan moet je ook nadenken over verschillende manieren van lesgeven. Dus ik zou nooit in één didactische vorm schieten die dominant is voor iedereen. Ja, dat is heel boeiend wat je hier vertelt. Ik hoorde een paar jaar geleden Pedro de Bruyker in een lezing bij de Bali zeggen van zorg dat je een onderwijsvisie hebt, of een visie hebt. Maakt niet uit welke, zei die erachteraan, maar het onderwijs in een school moet voor de leerlingen herkenbaar zijn. Jij nuanceert dat nu heel sterk, hè? Ja, maar ik ben niet tegen visie. Ik denk dat zeker dat een visie heel belangrijk is, omdat die richting geeft aan de manier waarop je je onderwijs vormgeeft. Maar ik zou in zo'n visie veel meer diversiteit toelaten en niet nadenken over het beste onderwijs voor iedereen. En ik ben al heel lang aan het nadenken, ook in het kader van discussies over kwaliteit van onderwijs. En ook discussies over wat nou de beste manier is om leraren voor te bereiden op het onderwijs, op scholen te helpen om onderwijs te verbeteren. We komen daar niet uit. Dus we weten niet wat het beste onderwijs is. Iedereen doet het op een eigen manier en op andere manieren. En ik denk, ja, als dat de beste manier van onderwijs zou zijn, dan hadden we die al lang uitgevonden. Dus misschien moeten we maar accepteren dat er heel veel verschillende manieren zijn van goed onderwijs. En dat het wel van belang is dat je daar goed over nadenkt. Van hoe kun je verschillende manieren van heel goed onderwijs, hoe kun je die zo combineren dat jij alle leerlingen in een school de mogelijkheden biedt om zich te ontwikkelen. Okay. Nou noem je aan de ene kant net kennis, vakinhoud. En aan de andere kant noem je ook zaken als kritisch denken. Wat je nogal hoort is van ja, maar zonder iets om over na te denken kun je er ook niet kritisch over denken. En als je er geen verstand van hebt, kun je ook niet kritisch zijn. Nou, hetzelfde wordt over creativiteit gezegd. Zo kun je op die vaardigheden doorgaan. Hoe zie jij die verbinding en die relatie? Die relatie is er wel, inderdaad. Hè? Want ik zie heel veel ook uitspraken van scholen van we willen het beste uit kinderen halen wat erin zit. Maar dan denk je, ja, je moet er soms ook iets in stoppen. Want als er niks in zit, ja, wat moet je er dan uithalen? Dus ik denk dat het een hele... Ja, je moet nadenken over die combinatie. Van wat geef ik kinderen mee? Hè? Dus wat stop ik erin? En hoe kan ik ervoor zorgen dat leerlingen met die kennis die ze hebben zo goed mogelijk verder gaan? Hè? Dus wat kan ik dan doen om het beste uit leerlingen te halen?
Maar ik ben, ik denk wel dat je er wel ook iets in moet stoppen. En sommige kinderen die komen met meer bagage naar school dan anderen. En daar begint voor mij het probleem ook van maatschappelijke ongelijkheid in onderwijs. Dat juist omdat we te veel uit kinderen willen halen, gaan we uit van de bagage die kinderen mee naar school nemen. En ik denk, je moet in ieder geval proberen om alle kinderen ook die bagage te geven om samen op weg te gaan door een school. En niet daarmee al verschillen in kansen te organiseren, omdat je uitgaat van de verschillen tussen leerlingen die ze meenemen de school in. Oké, nu komen we dichter bij het thema van verschillen en verschillen tussen kinderen en verschillen in kansen. In ons voorgesprek hadden we het erover. Sinds 2015 heeft de inspectie het op de kaart gezet. En het is nu een van de hoofdthema's geworden in het onderwijs. Wat betekent dit voor de leraar in de klas in jouw ogen? Ja, best veel, want de inspectie heeft het op de kaart gezet. En eigenlijk hebben ze een heel ingewikkeld probleem op de kaart gezet. De relatie tussen de achtergrond van leerlingen en hun eigen schoolloopbaan, die relatie wordt sterker. Maar waar het nou door komt en wat we daaraan moeten doen, dat vergt veel grondige analyses en doordenkingen. Want wat is nou precies het probleem? En scholen... dat komt misschien ook wel door de manier waarop het in de publiciteit komt. Dat scholen veel meer de verantwoordelijkheid krijgen voor dit probleem dan misschien ze aankunnen. Dus leraren en scholen krijgen de verantwoordelijkheid om dit probleem op te lossen. Terwijl voor een groot deel ze ook niet zo direct zien dat zij oorzaken zijn van het probleem. Het is even de vraag... Ongelijke kansen in het onderwijs, komt het nou door de samenleving of komt het nou door de school? Want als het door de samenleving komt, dan moet de school iets repareren wat buiten de school fout gaat. Bijvoorbeeld steeds meer maatschappelijke tweedeling en segregatie in steden, waardoor kinderen steeds meer in sociale bubbels opgroeien en daardoor als een soort tweedeling in school komen. En dan moet de school daar een antwoord op geven. Aan de andere kant kun je ook zeggen, de school heeft voor een deel dit probleem veroorzaakt door allerlei selecties in de school en de manier waarop kinderen met verschillende achtergronden de schoolloopbaan doormaken. En de school moet dat repareren wat ze zelf fout hebben gedaan. Nou, die discussie die loopt steeds ook in de gesprekken met het onderwijs. Dus in hoeverre moet het onderwijs repareren wat in de samenleving fout gaat, of moet het onderwijs repareren wat ze zelf fout hebben gedaan? Dus het is ook een attributieprobleem. En dat is eigenlijk de hoofdvraag al om mee te beginnen. Want heeft het onderwijs nu een fout gemaakt de afgelopen jaren, waardoor die kansenongelijkheid is toegenomen? Of moet het onderwijs veranderen omdat er in de samenleving dingen fout gaan? En misschien komen we wel bij eenzelfde oplossing uit. Maar dus eigenaarschap van het probleem, ook een interessant hype woord tegenwoordig, maar die eigenaarschap van het probleem, die is wel heel belangrijk om ook de verantwoordelijkheid te krijgen om dat probleem te gaan oplossen. En, dus ik denk dat wij als onderzoekers de eerste taak hebben om heel duidelijk uit te leggen waarom die kansenongelijkheid is toegenomen en hoe daaraan kan worden gewerkt. En dat kan niet alleen maar door leraren, niet alleen maar door scholen, niet alleen maar door besturen of door de politiek, maar iedereen moet daar samen over meedenken. Ik heb al lang geleerd dat je een onderzoeker niet moet vragen hoe het zit, maar hooguit hoe het zou kunnen zitten. Maar wat denk jij zelf, waar ligt de oorzaak? Ja, ik denk dat overal wel, het is heel moeilijk om één schuldigen aan te wijzen, maar er zijn verschillende processen aanwijsbaar in de afgelopen jaren, zowel in de samenleving, maar ook in het onderwijs, die dit probleem hebben versterkt. Ja, dus inderdaad zien we in de samenleving meer tweedeling. We zien sociaal zwakke groepen hardnekkig samenklonteren in sociaal-economisch gesegregeerde buurten en wijken. Die scholen die daar staan, die hebben het ook echt moeilijk om leerlingen de einddoelen van het onderwijs te laten realiseren.
Dus daar zit een probleem wat buiten de school plaatsvindt. Maar ik zie ook dat in de school, ook door de manier waarop bijvoorbeeld onderscheid wordt gemaakt tussen leerlingen met verschillende niveaus, hoe in klassen wordt gedifferentieerd, daar zie ik ook allerlei ontwikkelingen die die tweedeling of die ongelijke kansen vergroot hebben. En daar hebben scholen en leraren wel een wat sterkere verantwoordelijkheid voor. Kijk, kun je daar eens voorbeelden van geven? Ja, ik heb al vaker het voorbeeld genoemd van het werken in niveaugroepen. He, dus het differentiëren naar niveau. Hoe je dat ook doet. He. Je kunt in de klas differentiëren met 3 niveaugroepen. Dat gebeurt heel erg veel. Je kunt tussen klassen differentiëren met een tweetalige stroom of een plusklas. Er vinden heel wat differentiaties plaats waardoor leerlingen worden gegroepeerd naar cognitieve aanleg of prestatieniveaus en daardoor van andere kinderen gescheiden worden. En die scheiding van niveaus die loopt voor een deel parallel met een scheiding naar de sociale achtergrond die leerlingen hebben. En daar moeten we heel kritisch op zijn. Dus differentiëren we leerlingen nu op basis van hun vermogen of op basis van hun verleden? En dat onderscheid wordt in de praktijk nog te weinig gemaakt. Okay. En dat is misschien ook heel moeilijk te maken, omdat in het vermogen ligt een deel van het verleden. Ja. He, dus kinderen komen met bepaalde bagage de school in, met heel veel woordenschat of argumentatievaardigheden, die andere kinderen thuis niet hebben geleerd, maar die ze wel zouden kunnen leren. Maar als je dan heel snel gaat differentiëren, dan ontneem je de kinderen die mogelijkheid om te laten zien wat hun vermogens zijn. Ja. Ik merk dat, terwijl je dit zo vertelt, dat ik intern allerlei reacties heb. Hoe weten we wat de vermogens van een kind zijn? Ja, dat is een hele moeilijke. En dat is, dan raak je eigenlijk een belangrijk concept waar het heel vaak over gaat, is wat kunnen we van leerlingen verwachten? En verwachtingen van leraren zijn heel krachtig en heel sterk, maar je verwachtingen moet je niet te veel baseren op wat je denkt dat een leerling kan, of wat een leerling nu kan. Dus ik zou proberen om die verwachtingen zo te formuleren dat je iedereen enorm uitdaagt. En ik zie nu dat verwachtingen te snel verbonden zijn met het verleden. En dan krijg je ook een soort lineair denken. Dus we hebben al in de verwachtingsvorming zit een soort lineaire voorspelling. Want ik heb gezien wat een leerling heeft gedaan de afgelopen jaren. Dus ik verwacht dat dat zo doorgaat. Maar als je aan leraren vraagt van verloopt een ontwikkeling van een leerling nou rechtlijnig of grillig, dan zal bijna iedereen zeggen dat dat grillig verloopt. Terwijl in de hoofden, in de verwachtingsvorming, gaan we wel uit van een lineaire groei. Dus dat triggert mij ook om na te denken over de vraag hoe formuleren of hoe vormen leraren nou hun verwachtingen. En in hoeverre kun je in die verwachtingsvorming recht doen aan gewoon de interne notie dat de ontwikkeling van leerlingen niet lineair is. Je leidt in dit laatste stukje nu ook naar een van mijn stokpaardjes. Het wordt door Paul van Meen is het laatst het leerlingvervolgsysteem genoemd. Waarbij je leerlingen heel vaak toetst. En ze tussen 2 groeilijntjes staan. Op rekenvaardigheid of op leesvaardigheid. Vergelijkbaar met wat als ouders allemaal nog kennen van de consultatiebureaus, de groeilijntjes. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik heb een presentatie, heb ik ook wel het leerlingvolgsysteem, het leerlingvangsysteem genoemd. Omdat je met de leerlingen volgen, vang je ze ook in een bepaald niveau. En dat is ook denk ik wel een cultuuromslag waar ik heel graag aan zou willen meewerken. Is dat we niet proberen om een leerling een bepaald niveau toe te dichten. Maar dat leerlingen oefeningen doen of opgaves maken of teksten lezen die van een bepaald niveau zijn. Maar dat is het niveau van de taak en van de opdracht en niet het niveau van de leerling. Dus zodra je zegt van die leerling heeft dit niveau, dan ga je dat niveau als kenmerk van die leerling zien. En daar komt de leerling heel moeilijk vanaf. En dan krijg je ook allerlei verwachtingen en inschattingen van een leerling, omdat dat een niveau is. Dus ik hoor wel heel veel mensen praten over de HAVO-leerling of een typische VMBO-leerling.
En dat vind ik uiterst gevaarlijke termen, omdat die daarmee juist die leerling vangen in een bepaalde verwachting. En voor een VWO'er en een plusleerling is dat fantastisch, want die krijgt een boost, want er wordt heel veel van verwacht, want dat is de excellente leerling. Maar de excellente leerling labelen, dat heeft allerlei gevolgen ook voor die leerling die dat label niet krijgen, of die een ander label krijgen. Dus het toekennen van een niveau aan leerlingen, ja, dat is iets wat je heel veel ook in leraarkamers en in tussentijdse gesprekjes zo hoort. Maar ja, waar heel veel negatieve gevolgen aan kleven. Ja. Becky Allen heeft in Engeland grootschalig dataonderzoek gedaan een paar jaar geleden naar de leerlingenvervolgsysteem. Ik blijf het een mooi woord vinden. En die constateerde dat 11% van de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan binnen die lijntjes blijven. En dat, dus de waarde die we eraan toekennen, die moet je sterk relativeren inderdaad. Dus ik ben het helemaal eens met dit stuk van het verhaal. Maar als ik zelf terugdenk aan mijn opleidingstijd, ik ben in de jaren 70 opgeleid tot onderwijzer. En het meest hippe en trendy op dat moment dat wij in het leesonderwijs bijgebracht kregen, is dat we was niveau lezen. En daar leerden wij mee werken. En we moesten vooral ook de scholen waar we naartoe gingen, die alle leerlingen op hetzelfde naar hetzelfde leesniveau brachten. Wij moesten onze nieuwe werkgevers ook gaan overtuigen van voortaan gaan we niveau lezen. Dus het probleem dat jij schetst zit al vanaf de jaren 70 in het DNA van het onderwijs. Ja, maar misschien is dat juist niet de bedoeling geweest, hè, van het niveau lezen. Want die boekjes hadden een niveau, maar die leerling nog niet. Dat is er later van gemaakt. Hè. Die leerling heeft een AVI-niveau. Nee, die boekjes die hebben een AVI-niveau. En die leerling is in staat om boekjes van dat niveau te lezen. Maar dat klinkt bijna hetzelfde, maar het is wezenlijk anders. Dus als je de boekjes het niveau geeft, maar de leerling niet, dan geeft die leerling veel meer ruimte om flexibel van niveau te kunnen wisselen. Want die leerling heeft dat niveau niet, maar die boekjes wel. Dus ik zou echt willen uitnodigen om heel erg flexibel daarmee om te gaan. Want ik ben niet een voorstander van iedereen dezelfde lat. Want je kunt voor sommige leerlingen de lat veel hoger leggen dan voor anderen. Maar je moet proberen om, als je een inschatting maakt van een leerling, om dat flexibel te laten doen. Om dat ook continu jezelf te realiseren dat dat een tijdelijke inschatting is op dit moment van deze leerling voor deze taak. En de andere keer kun je op een andere manier naar kinderen kijken. Dus we moeten echt proberen om flexibele mindsets, hè, zou je dat kunnen noemen, om veel minder in vaste patronen, vaste verwachtingen, vaste niveaus te denken. Maar dat er verschillende niveaus zijn, ja, dat is. En dat wil ik ook helemaal niet ontkennen. Ik heb eigenlijk een slotvraag zo langzamerhand. En misschien is het een lastige. Wat kan ik als individuele leraar doen om mijn leerlingen zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden? Dit is best wel een grote vraag, want er zitten heel veel verschillende kanten aan. In de eerste plaats zou je kunnen nadenken, waar kan ik mijn leerlingen samen mee naartoe nemen? Dus wat wil ik met de hele klas bereiken? Dat in eerste instantie. En die gemeenschappelijke weg om die zo uitdagend mogelijk te formuleren. Waar denk ik dat ik met de hele klas naartoe kan? En dan zit je ook daarnaast met verschillen. Dan moet je nadenken, oké, als ik dan ga differentiëren, hoe ga ik dat zo aanpakken dat ik leerlingen daar niet in een soort vaste stroom mee zet, maar continu wel de uitdaging aanbiedt en niet in vaste niveaugroepen gaan werken. Dat is eigenlijk de tweede stap. De derde stap, en dat is nog moeilijker, want wat het lastige is aan die gelijke kansen, is dat die gelijke kansen gerelateerd zijn aan de achtergrond van leerlingen. Dus eigenlijk zou je moeten nadenken, hoe kan ik sociale ongelijkheid compenseren? En dat betekent dat leerlingen met laag opgeleide ouders, dat je daar extra in investeert, omdat zij van huis uit minder bagage hebben meegekregen. En dat is een vorm van positieve discriminatie die leraren heel erg moeilijk vinden.
Want leerkrachten hebben toch een pedagogisch ideaal. Ik wil alle kinderen optimaal uitdagen en optimaal ondersteunen. Maar gelijke kansen vraagt eigenlijk dat er sommige kinderen extra iets extra's krijgen. Omdat ze met een achterstand naar school zijn gekomen. En stiekem doen heel veel leerkrachten dat al door verlengde instructie te geven. Want je ziet dat leerkrachten die verlengde instructie geven naast allerlei niveauopdrachten. Maar die verlengde instructie die werkt wel convergent. Dus dat leerlingen dan wel meer met elkaar tot een vergelijkbaar eindniveau komen. En dan meer samen ook kunnen leren. Dus die verlengde instructie die helpt daar wel bij. Maar er zijn dus diverse manieren waarop je daaraan kunt werken. Je kunt in je hoofd werken aan verwachtingsvorming en aan beelden die je van leerlingen hebt. Je kunt in de praktijk werken door na te denken over het gemeenschappelijke curriculum. Veel uitdaging bieden, de lat hoog leggen. En je moet nadenken hoe je met verschillen omgaat. Ga ik kinderen extra uitdagen die extra uitdaging nodig hebben? Wat doe ik met kinderen die meer uitdaging nodig hebben? En hoe differentieer ik op een manier die mij helpt om die kinderen inderdaad gelijke kansen te geven? Dankjewel, Eddie. Ik sluit het gesprek af. Ik weet niet hoe jij er op dit moment naar terugkijkt, maar ik heb geboeid naar je geluisterd. Ik hoop dat degenen die dit gaan bekijken ook net zo geboeid zullen luisteren. Dankjewel, graag gedaan.